stap in Den Haag op en ik moet naar Utrecht. En je bent bijna, nou ja, 99 van de 100 keer zeker wanneer je aankomt. Onder leiding van ProRail vinden die enorme verbouwingen op de stationsplaats. Nou, dat gaat tot nu toe heel gestaag en heel professioneel en ja, toch wel iets om trots op te zijn. Het was natuurlijk het ongeluk 21 april in Amsterdam. Het gebeurde aan het begin van de avond. Een sprinter en een sneltrein uit de richting van Sloterdijk botsten frontaal op elkaar. En dat is een enorme schok. Echt een vertrouwensschok voor de veiligheid van het spoor. En dat versterkt onze ambitie om samen met de voerders willen wij die veiligheidssprong maken. Het moet gewoon nog veiliger, nog beter. En daar wordt nu een hele goede samenwerking vorm aan gegeven. Nou, voor ProRail, maar mag ik ook gewoon zeggen voor mijzelf, was toch het hoogtepunt de opening van de Hanselijn. Geopend door de koningin. En ik vond het ook een historisch moment in de spoorgeschiedenis. Prachtige prestatie ook. We hebben de Hanselijn neergelegd binnen het budget en binnen de tijd die we hadden afgesproken. Ja, echt een mooi hoogtepunt.